Ja, het is prachtig dat dit soort boeken, hier het logboek van de eerste reis van de Rainbow Warrior, het eerste Greenpeace-schip, hier bij het ISG ligt. Zodat je kan zien waar het scheepje heen voer, waar die acties dan plaatsvonden. Want achter deze teksten zitten natuurlijk al die foto's en plaatjes en filmpjes van acties die we nog wel herinneren. Ik was 6 toen dit logboek geschreven werd. Dus ik was daar nog niet bij. During the early morning, the Rainbow Warrior was to the west of 6 at this time. Switched off his lights. Dit gaat over een actie die ze voerden. Tegen de dumping van nucleair afval. Gaaf. De Rainbow Warrior 1 werd heel succesvol met de acties tegen de Franse kernproeven, halverwege de jaren 80. En zo succesvol dat de Franse marine besloot om het schip tot zinken te brengen. En daarvoor een aanslag heeft gepleegd. 1985 in Nieuw-Zeeland plaatsten ze 2 onderwatermijnen op de huid van het schip met duikers. En dat was het einde van de Rainbow Warrior nummer 1. Tot zinken gebracht door de Franse staat. En daarmee maakten ze niet alleen een eind aan Rainbow Warrior 1 en aan het leven van Fernando Pereira. Maar paradoxaal genoeg ook het begin van een enorme groei van Greenpeace. De Rainbow Warrior was na de bomaanslag niet meer te repareren. En dus is besloten om hem helemaal schoon te maken, alle vieze stoffen eruit te halen. En nu is het een rif. En onlangs zijn er nog foto's van verschenen, want het is een prachtige, bijna koraalrifachtige ding geworden. Als een soort monument voor die verschrikkelijke aanslag. Echte oplossing, waar Greenpeace gelukkig ook aan werkt inmiddels. En dan heb je niet over schepen en mensen met hun vingers in de olie, maar dan heb je het over mensen in pak die lobbyen voor betere wetgeving. En gelukkig gebeurt dat ook.